Ik heb het best wel met een lach en een traan gisteren achtergelaten. Ik weer beginnen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Gemmy. Ja. We staan bij de Ark. Een stukje historie. De Ark, ja. Historie. Want hoe lang geleden zijn jullie begonnen in de Ark? In 32 jaar geleden zijn we in de Ark begonnen. En toen hebben wij het gekocht van Goossens Meubelen. Dat is wel heel leuk. Van zo'n grote meubelgebeuren. En toen zijn wij hier die sportschool heel kleinschalig begonnen en steeds groter. Maar de naam blijft voor ons nog steeds belangrijk. We hebben gisteren afscheid van de Ark genomen. En ik ga deze letters ook weer meenemen naar het volgende. Tiga is dan ook ten einde, het woord Tiga. Ja, het woord Tiga ook. Omdat Tiga voor veel mensen heel veel is. Squash, spinning, dans, ballet, voorstellingen. En nu gaan wij anders beginnen. Spannend weer voor ons. Een nieuwe periode gaat er weer aanbreken in een nieuwe pand. Maar daardoor kon het ook geen Tiga blijven. Ik heb het best wel met een lach en een traan gisteren achtergelaten. Ik weer beginnen. Wat was Tiga? Tiga was een passie van mij en Jan. En hebben dat geweldig gedaan, vinden we zelf. Gemmy, hoe ben je in dit pand terechtgekomen? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Nou, wij woonden dus in Sint-Michielsgestel met één kindje en ik was zwanger van mijn zoon. En dan ben je wel een beetje anders als je zwanger bent. Ik in ieder geval nogal hittepetitteren. Dus ik kom thuis en zeg, goh Jan, ik heb het pand gezien van onze dromen. Daar gaan wij fitness in beginnen. Hij rijdt hier langs. Hij denkt, zij is niet helemaal goed. Nee. Serieus? Maar ja, goed, door blijven vragen. De ouders erbij, alles. Ik denk, nou, als ik het niet vol krijg, ga ik andere mensen hier ook in. En toen zijn we toch gewoon gaan proberen bij Goossens Meubelen. Iedere keer zo één op één gesprek. En ze mochten ons gewoon graag. Dus er ging ook nog wel van af. Maar wat toch een hele stap. Maar dat je toch denkt, in mijn branche moet dat kunnen. Waardoor wij, het leuke is, doordat we dit pand hadden, wat gewoon een familiepand was, mensen bleven hier ook hangen en gezellig, gingen we ook veel meer dingen doen. In een ander pand was ik nooit een squashbaan begonnen. Hier hadden we gewoon een grote squashbaan achterin. Weet je wel, dat soort dingen. Ballet, dat deed ik al wel kleinschalig, maar nou gingen we ook het theater in, want ik had veel meer kinderen. Die pand nodigde uit voor van alles. En dat, dat vind ik moeilijk loslaat. Ja, Gemmy, langzaam maar zeker wordt het steeds leger. Ik ken het eigenlijk al niet meer terug. Zo leeg is het. Ja, dat is wel even wennen. Maar goed. Ja, dus de jongens halen het allemaal leeg en dan gaat het ene naar het andere gebouw. Wat we kunnen gebruiken daar. Dus het is hard werken. Ja. Ja. Dus dat is even moeilijk. Nog ja, het is voorbij. Ja, het is voorbij. Ja. Ja, ja, dus dat komt goed. We gaan gewoon nieuw beginnen en kijken wat de mensen daarvan vinden. En Gemmy, vroeger in die series zag je altijd, dan sprongen ze naar de nieuwe locatie. Ja. Dat moeten wij ook kunnen. Oh, dat kunnen wij best. Gaan we eens proberen? Doen we. Tel tot drie. Oké. 1, 2, 3. We zijn er. Ja. Het is gelukt. Dit is het nieuwe. Dit is zomaar gelukt, ja. De nieuwe locatie. Zullen we Jan er ook bij halen? Oh, Jan. Kom er even bij. Hi, hi. Dit is de nieuwe locatie. Ja, Hartje Centrum Bokstel. Voor iedereen makkelijk bereikbaar en alles hebben we. En iets bijzonders natuurlijk, hè? Dat weet je. Het moet altijd bijzonder zijn. Ja, maar de kijkers weten het nog niet. Nee, we gaan een bijzondere gym, private gym beginnen. Niet te veel mensen, niet te massaal. En de Milan Cirkel natuurlijk. Hè? En hoe gaat het heten hier? Mogen we dat al zeggen? Mogen we dat al zeggen, Jan? Weet je het nog? Ik weet het nog. Wij gaan heten True Health Members Club. True Health Members Club. Dan moet de tong flink naar buiten. True Health Members Club. Members Club, ja. Ja, we zijn echt bezig met de gezondheid van de mensen. En we willen ook dat we een club zijn voor de mensen. Community. Dus dat ze daar draait de community het om. Krijgen hier. Ja, het is heel belangrijk om tegenwoordig om... gewoon verbinding. Ja. Hey, niet alleen maar... En aandacht. Maakt niet aandacht uit. Voor de mensen. De trainer is altijd hier in de buurt dadelijk als ze er zijn. Kleinschalig. Dus eigenlijk het omgekeerde wat we eerst waren. En we waren eerst zo leuk, hè Jan, midden in dit dorp. Hè?
Nou, dat is gewoon geweldig. Iedereen wandelt hier nou wel naar binnen. Zo leuk. Hartstikke leuk. Ja. Maar hoe is het nou om van groot naar een stukje kleiner? Fijn. Het is heel fijn, heel overzichtelijk. Ja. Maar eerst het grootste centrum met allerlei verschillende activiteiten. Ik zeg niet dat klanten verloren liepen. Dat was natuurlijk niet zo. Maar hier weet iedereen gewoon wat er gebeurt, waar je moet zijn. En heel duidelijk. Ja, want naast hier in Boksel heb je ook nog iets in Liemde, toch? Heb ik gelezen? In Liemde gaan we de lessen doen. Dus dat start volgende week al. En de kinderlessen, dans en allerlei leuke sportlessen. Buikpijn? Ja, best wel. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed.